Goedemorgen, ofwel bonjour à tous, want we zitten in Parijs. Jawel, vandaag dag 1 van Parijs. Een paar weetjes over Parijs. Het is de hoofdstad van Frankrijk natuurlijk, Parijs. Het heeft 2,22 miljoen inwoners. En daar zijn de banlieues niet bij gerekend. De banlieues, gigantisch grote probleemwijk in ergens ten noorden van Parijs, waar je best niet wil terechtkomen. En de stad die wordt in twee gedeeld door de rivier de Seine. Ja. Die loopt er eigenlijk dwars door. Nu, voor mij is het de allereerste keer dat ik in Parijs zelf ben. En dat ik de stad ga verkennen. Nu, het zijn twee dagen dat we de stad gaan verkennen. Op twee dagen kun je geen stad leren kennen. Je kunt er al een beetje een beeld van krijgen. Want mensen doen altijd gigantisch lyrisch over Parijs. Overal ter wereld. Dat het een enorm romantische stad is. En bla 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 bla. Dat zullen we dus zelf ontdekken of dat zo het geval is. En we gaan ontbijten eerst. De zon stond een beetje raar. Ik heb een streep in mijn gezicht, gewoon zo ziet het. We zitten in Le Pain, het quotidien. Vlak aan de overkant van ons hotel. En dan gaan we dan een ontbijtje nemen. Tijd voor een beetje koffie vanmorgen. Ons ontbijtje is het. We hebben hier croissantjes, we hebben gekookte eitjes, we hebben soldatenboterhammetjes. Ik ken ook soldatenboter en nog andere brood. Dat is ons ontbijt. Zo, we hebben lekker ontbeten in Le Pain Quotidien. Wel eigenlijk over ons hotel, want ons hotel ligt daar. Dus je wordt gebouwd hoor. Dat is ons hotel. Nu, de metro in. Naar het Louvre. We zijn aan het Louvre in Parijs. Ja, ik moet een klein beetje harder spreken vanwege het lawaai van de fontein. Ik hoop dat je mij kunt horen. En het Louvre is een van 's werelds grootste musea. Het ligt in het eerste arrondissement van de Franse hoofdstad Parijs, dus ten noorden van de Seine. En het heeft drie vleugels. De Richelieu-vleugel, de Sully-vleugel en de Denon-vleugel. En een van de bekendste kunstwerken hier in het Louvre is natuurlijk de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Hopelijk gaan we die straks zien. Ik weet niet of dat we er binnen gaan mogen filmen, want sommige musea laten daar niet toe. In ieder geval, dat daar, dat gaan we zeker ook wel kennen uit verschillende films, waaronder ook nog de Da Vinci Code. Dat is namelijk de piramide van het Louvre. Waar we eigenlijk het grote piramide mee naar huis nemen zijn. Voilà, ze heeft hem al in haar hand. En die is toch binnenkort bij ons in de hof. We gaan naar de ingang van het Louvre. We gaan de ingang zoeken eigenlijk. We kunnen hier straks nog wat rondwandelen en we moeten hier straks toch nog zijn. Er is een heel mooi park. Er staat zelfs volgens mij een kermis hier achter. Ik zie een reuzenrad en nog andere attracties staan. Maar nu gaan we naar binnen. Dat is de wachtrij. Want je gaat via de piramide naar binnen. De rij die dus naast mij zie je allemaal volk. Zijn allemaal mensen die naar het Louvre gaan. Wij hebben ticketten al, dus ik moet even kijken of dat er een aparte ingang is voor mensen met een ticket. De ingang is daar, ik moet even de rest gaan halen. Wij hoeven niet aan te schuiven in deze hoop volk. Gelukkig. Nu, op zondag is dat nog veel erger, want op zondag is de ingang gratis. En dan komt er echt massa, maar ook massa volk op af. Een van de zalen hangt. Je hebt hier islamitische kunst, Romeinse kunst, Franse kunst, Italiaanse kunst. Het was wel duidelijk dat de mannen in die tijd minder beschaamd waren voor met hun piemel bloot te lopen dan tegenwoordig natuurlijk. Want al die beelden zijn er heel veel bij. Blote piemel. Het voelt trouwens terug alsof ik in Rome ben. Ook trappen. Overal trappen. Echt. We
wij spelen in Las Vegas regelmatig op een gokkast. Dat noemt Da Vinci. En dat mannetje, hierachter, kan er even op het scherm op duwen. Voilà. Dat mannetje komt erin voor. Zie je dat gewoon? Ja, dat is gewoon, dat is Botticelli. En er zullen misschien nog wel figuren die hier hangen in voorkomen. Overal een link met Vegas. Hè. De Mona Lisa hangt. Het is trouwens een vrij klein schilderij. Het is wel grappig, jaren geleden zou ik je erin willen al die gsm'tjes die voor de schilderij hangen. We zijn tot van voren gerokt. Dat is de Mona Lisa. Hupjes. Hopelijk zit hem scherp. Het is een heel oefening dat je moet doen om hier te geraken. En nu hier terug buiten geraken. Dat is ook wat anders, maar ze doen hier regelmatig de hekken open. En dan kunnen verdwijnen zodat er is. Er ook bij kan gewoon nog even vlug de Mona Lisa trekken. Hè? Dat was even een zwaar bevalling, zal ik maar zeggen. Wat de hel, man. Dat is de Venus van Milo. Dat is een beeld dat stamt af uit de Renaissance periode. Toen maakten ze beelden geïnspireerd op kunst uit de Griekse en de Romeinse periode. En dat is er zo'n voorbeeld van. Als je een kunstliefhebber bent, en ik ben wel een kunstliefhebber, dan ga je hier wel even wat tijd moeten doorbrengen. Wil je echt het Louvre echt heel goed doen, grondig doen, dan denk ik dat je zelfs met een jaar niet toekomt. Zo simpel is dat. Ik hou enorm van kunst, maar ik zou het eigenlijk op een veel rustigere manier moeten kunnen bekijken. Ik kan bijvoorbeeld niet van schilderijen genieten wanneer dat er 130 of zoveel mensen bij staan. Je moet eigenlijk de mogelijkheid hebben om voor een schilderij te kunnen gaan zitten of staan en er gewoon van te genieten. Maar ja, die mogelijkheid heb je niet in het meest bezochte museum ter wereld natuurlijk. Nu, ik zei het al, ik geniet meer van kunst. Alleen natuurlijk, maar niet te veel volg erbij. Dus als er misschien iemand is die kijkt en die mensen kent in het Louvre, die het kunnen mogelijk maken om er eens alleen van te genieten, laat het mij dan weten. Hè. Zo, we zijn ondertussen uit het Louvre, want we hebben nog wel andere plekken die we gaan bezichtigen. En nu gaan we op weg naar een tuin. Notre Dame, jawel, de woonplaats van de Bultenaar, zoals ze wel eens bij ons zeggen, ofwel Quasimodo, van het bekende verhaal. Bella in de Bult. De klokkenluider. De klokkenluider van de Notre Dame. De Notre Dame. Nu gaan we via de metro even terug naar ons hotel en van ons hotel gaan we naar de Montmartre en de Sacré-Cœur. We zijn opgefrist, even een klein breekje gehouden en we zijn terug weg naar Montmartre en nog iets dat ik vergeten ben. Sacré-Cœur. Dus we zijn nu op weg naar Sacré-Cœur, maar er is ook een berg in de buurt. Waardoor je een prachtig uitzicht hebt over Parijs. Die zijn we nu al voor een stukje aan het klimmen. En er komt nog een veel feller stuk, Sacré-Cœur, dat is een kerk. Die gaan we zo dadelijk ook zien natuurlijk. Hè.
heel eerlijk zijn, voor het stukje Parijs dat ik nu al heb gezien, moet ik mijn beeld grondig bijschouwen. Ik was hier nog nooit geweest natuurlijk, maar het beeld dat ik een beetje van de stad had, was hier totaal anders dan ik nu heb gezien. Er is alleen één ding spijtig, om deze stad, om deze land, dat ze Frans praten. Waarom konden die dan geen Engels praten? Het is gemakkelijker voor mij. Ik heb niks tegen Frans, hè, maar het is iets gemakkelijker gewoon. De plek waar we zijn, waar dat ook de Sacré Cœur is, dat is Montmartre. Bekend voor allemaal winkeltjes met schilderijen, schilders hier zitten. Veel kunstenaars die hier komen voor het schilderen. Maar ook voor de vele restaurantjes en de gezellige terrasjes, zoals om die kant. Barbara is ondertussen ginder op de hoek een portret aan het laten maken. De beginprijs was 80 euro, maar je moet een beetje afdingen. En uiteindelijk kan ze het voor 30 euro laten doen. Ik ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Het is te hopen, omdat hij niet voor 30 euro is, dat ze ook het portret nogal minder gaan maken. Dus we zullen wel zien. Straks is het resultaat. Wij gaan ondertussen nog even verder rond dat marktje hier. Ja, gezellig eigenlijk echt. Wat vinden we nu zelf? Nee, mijn vinger ervan, kom op. Niet zo mooi. Nee, de letterlijke woorden waren super mottig. Nu, om eerlijk te zijn. Het is. Nou, merci. Om eerlijk te zijn. We zullen het zo dadelijk verder erover hebben. We zitten bij Chez Eugène, een van de vele restaurants hier op Montmartre. Je moet alleen nog een keuze om lang voor te eten. We hebben al wel niet echt wijn, het is rosé eigenlijk meer. Het is droog. Ik heb het duurdere menu gepakt met zalm. En ik had nu toch verwacht dat dat voorgerechtje er toch iets verzorgder en beter uitzag. Het is wel zalm natuurlijk, maar het is iets van, we hebben het op het bord gegooid. Ik wil geen kritiek geven, want ik zou het zelf niet beter kunnen natuurlijk. Maar het voorgerecht is op en ons hoofdgerecht is er. Ik heb een steak genomen met frietjes en iets van roquefort saus of zoiets. Maar dat is het. De steak er net was heel lekker, echt waar, was heel lekker de steak. En de zalm was ook wel lekker, maar het was alleen een beetje raar geserveerd. Tijd voor ons dessertje van het menu en ik heb voor profiteroles gekozen, kijk. Sober. Dat was het Chez Eugène waar we hebben gegeten. Het was heel goed voor de prijs dat we hebben betaald. Uiteindelijk waren we 85 euro kwijt in totaal met wijn erbij. Allee, rosé eigenlijk hebben we erbij gepakt. Dus ja, het was heel goed. Het was heel lekker. Dus denk eraan, Montmartre. En Chez Eugène, dat is de naam van het restaurant. Een eerste dag zit erop hier in Parijs. Ik moet zeggen, het valt echt gigantisch mee. We vertrekken weer vanuit Antwerpen, je ziet het, Anvers, naar ons hotel. Wat verderop in Parijs. Gewoon Antwerpen in Parijs, man. Graaf, hè? Wij gaan hier nog even wat tetteren, denk ik. Nog wat babbelen voor onze Nederlandse vrienden. Tetteren is het Antwerps dialect voor praten met elkaar. Oh ja, dat is juist. Ik heb nog iets gekocht. Ja, ik heb er net in een souvenirwinkel iets gekocht en ik heb er nog 20 euro kunnen afkrijgen. Namelijk een Eiffeltoren met lichtjes. Dat is hem. Dat is mijn Eiffeltoren met verlichting. Dat is hem, zeg. De Eiffeltoren met verlichting en veranderende kleurenlids. En er is ook nog een afstandsbediening bij. Die zit nog in de zak. Dus je kunt nog van alles regelen, van kleuren en zo. En met deze glitter en glamour sluiten we dag 1 af hier in Parijs. Was het een beetje interessant en leuk? Laat het weten. Laat het zeker weten beneden in de commentaar. Heb je vragen of zo? Zet ze beneden. Ik probeer ze zo snel mogelijk te beantwoorden. En vergeet alsjeblieft niet om te liken en ook te abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, zeker en vast doen. Tot morgen. Bye.